De verkiezing de mooiste boom van Overijssel, die loopt nog steeds. Ja, en deze, de kroezeboom uit Vleringen, die mag natuurlijk niet ontbreken. Dat vindt ook Jozef Lenfrink. Hij is zo'n enorme fan van deze boom, dat hij besloot om hem in huis te halen. Meneer Lenfrink. Goedemorgen, Jozef Lenfrink. Komt u binnen. U bent fan van de kroezeboom. Een fan, ja. Ik vind hem wel mooi. Ja, die kroezeboom, ja. Heel mooi. Dus ja. Daarom is ook op die garage deur geschilderd. Ja, nou, ik wil hem zien. Ja? Ja. Nou, gaat u maar mee. Absoluut. Oh, kijk nou. Ja, ja. Oh, prachtig. Ja. Ja. Kijk, dat is, die heeft ze ongeveer 3 jaar geleden is die daarop geschilderd. Dus, wie is ze? Metap Culair, een kennis van mij. Die heeft dat geschilderd. Waarom heeft u iets met die kroezeboom? Ja, waarom ik iets met die kroezeboom heb? Het is, het is authentiek. Het staat al jaren in... Ja, hij is wel oud. Toch? Nee, maar hij staat al jaren daar in Vleringen op de S. Ja. En ik kom van geboorte uit Tubbergen. Dus ik kwam vroeger vaak ook in Vleringen en zo. En hij had toch altijd iets, een beetje een uitstraling en zo. Dus. U hebt iets met fietsen, u fietst heel actief. Ja. Ik zag net allemaal speltjes. Ja. Achter u zie ik ook een verzameling. Weefspoelen. Weefspoelen. Waarom spaart u zoveel? Dat weet ik ook zelf niet, maar ja, dat kwam van het textiel. Ja. Ik krijg 1 spoel en dan zie je later op de rommelmarkt ook al steeds meer spoelen. En dan vind je dat mooi. De eerste hingen ze allemaal in de gang en op plaats. Ja. Toen hebben ze hier de hele poos gehang en nu heb ik ze hier in de kast gedaan. Dus. Ja. En nu heb ik ook nog dit, let op, een paraplu. Ook nog een paraplu, ja. Met de kroezeboom. Ja. Ja, dat is ook echt speciaal. Fantastisch. Ja. Prachtig. Mag ik vragen, woont u hier alleen? Ja, ik woon hier nu alleen. Mijn vrouw is opgenomen in een verzorgingshuis. Dus, ja. Allang? 7 jaar geleden. Ze heeft dementie dus. Maar ja, dus, ik ben nu alleen. En, ik probeer er zo goed mogelijk wat van te maken. En gaat het u goed af? Ja, gaat goed. Ja? Ja, ja. Mijn vrouw is ook goed op haar plaats op Eugeria. Dus, en ik vermaak me hier wel. Dus, En gaan ze daar dan ook elke dag naartoe? Ja, ik ga er elke dag om 4:30 naartoe helpen. Oh, echt? Om haar te helpen met eten en zo. Dus dat vind ik gewoon, ja. Het is het enige wat ik ga doen. Ze kan ze namelijk zelf niet meer eten. Ze kan niet meer met de handen bewegen en zo. Dus wel bewegen, maar niet echt een beweging om te maken om te eten. Dus daar ga ik dan gewoon elke middag naartoe. Maar herkent ze u nog? Nee, maar dat is ook niet belangrijk. Nee. Het is belangrijk als ik haar herken dus. Maar ik mag hier heel graag zitten. Dus, ja, ook wel, de televisie is hier. Dus, ja, heerlijk. Op.